Oké. Goedemorgen. 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 Goedenavond. Even een update. Wat ik heb de laatste dagen gedaan, dat is eigenlijk vooral de formaliteiten om zelfstandig te worden. Voorafgaand om te kunnen zelfstandig worden, heb ik natuurlijk eerst mijn het thuisschrift van bedrijfsbeheer behaald. Ik denk bij ieder hoger diploma is dat inbegrepen. Als dat niet inbegrepen is, kan je makkelijk ergens dat examen gaan doen. Ik geloof dat de Centraal Examencommissie of zo is. Dus nu weekendje studeren en dat lukt dat wel. Vervolgens ben ik naar de bank geweest. Ik ben dus net in de KBC geweest, rekening geopend. Dus alles volgens plan. Ik heb voor de zakelijke rekening gekozen. Dat er dan ook Rent My Bike op staat. Dat hoogt wat professioneler naar mijn inziens. En tenslotte, met dat alles ben ik langs geweest bij Xerius. En heb ik mij aan het ondernemingsloket aangesloten als zelfstandige. Zij regelen alles voor mij. Dat kan zelfs online. Maar ik denk dat het toch beter is dat je gewoon de kantoor binnenstapt. En daar leggen ze alles wel een keer uit. En dus ik heb mijn hoofdberoep. Ik start Rent My Bike en bijberoep als eenmanszaak. Mijn BTW-nummer is in aanvraag. En dan is... Rent My Bike. Officieel. Voilà, dat was mijn update.